Sanemo-nieuws! Oh ja mensen, we zaten te wachten en het is eindelijk tijd. We hebben weer nieuw nieuws. In de trailer die we vandaag kregen, hebben we zoveel informatie gekregen. En ik ga die vandaag allemaal met jullie bespreken, dus let's go. Holy shit mensen, we hebben de officiële namen en types van onze legendarische Pokémon. Ten eerste hebben we de Pokémon Sun legendarische Pokémon, Solgaleo. En heel veel mensen zaten te speculeren. Mensen dachten dat dit een Fire-type zou worden, of een Psychic Fire-type. Maar niemand had dit gedacht. Psychic Steel. Wie zag dit aankomen? Met een ability van Full Metal Body. We hebben ook nu echt geconfirmed gekregen wat de signature move van Solgaleo is. En dat is nu Sun Steel Strike. Geen idee wat voor aanval dit is, maar het ziet er fucking awesome uit. Ten tweede hebben we de Pokémon Moon Legendary. En dat is Lunala, Psychic Ghost. What the fuck? Niemand dacht aan Psychic Ghost. Heel veel mensen dachten Flying Dark misschien. Maar we krijgen Psychic Ghost met een ability van Shadow Shield. We hebben nu ook de naam van de signature move van Lunala. En dat is Moongeist Beam. En het lijkt erop dat het een super effectieve aanval zal zijn op Spook Pokémon. Als jullie de trailer hebben gezien, wat jullie waarschijnlijk hebben gedaan, en zo niet, er staat een linkje in de beschrijving, dan weten jullie dit allemaal al. Maar wat interessant is, is juist dat er meer is in de trailer. We weten nu bijvoorbeeld hoe de hele regio eruit ziet. Dit is een kaart van heel Alola. En het lijkt er inderdaad op dat we meerdere plaatsen gaan bezoeken door te surfen. Maar hoe we dit gaan doen is het interessantste. Want als je goed in het water kijkt, dan zie je allemaal rare spiraaldingen en lijnen en zo. Dat kunnen of boten zijn of Pokémon. Misschien surfen we wel met een of andere speciale move naar al deze eilanden. We hebben ook een heleboel personages leren kennen en ook al hun namen. We kenden al Professor Kukui, maar nu hebben we ook nog Lily, de assistent blijkbaar, en hou je rijvel. Kukui zegt in de trailer iets heel erg belangrijks. Hij zegt namelijk dat de hele regio vol zit met zeldzame Pokémon. Geen idee wat hij daarmee bedoelt, want het is al laten zien dat de regio met meerdere Pokémon zou hebben. Er was een Meowth te zien in een van deze trailers. Misschien gaat het wel zo van dat we ook echt inderdaad uit een andere regio naar Alola zijn gekomen. En dat we een Meowth van die regio naar Alola hebben meegenomen. En dat dat gewoon ons huisje is. Maar dat we nu gewoon weer, net zoals in Black and White, in een regio komen met alleen maar Pokémon uit die regio. Dus alleen maar generatie 7 Pokémon. Dat zou wel iets heel erg vreemd zijn om weer na generatie 5 te hebben. Deze karakters allemaal zijn wel leuk en aardig, maar er is één ding waar ik echt van schrok. Waarvan ik echt dacht van, what the fuck is dit? Wat me echt verraste gewoon. En dat is onze Pokédex. Blijkbaar zit er een Rotom in onze Pokédex. Wat? Wat is dit nou weer? We wisten wel dat Rotom verschillende vormen kon aannemen, maar dat hij in een Pokédex zit en dat hij kan praten is echt heel erg vreemd. Maar daar kom ik later nog op terug. Eerst het volgende. Het Japanse YouTube kanaal van Pokémon heeft ook niet stilgezeten. Want daar hebben we nog meer dingen gekregen over Pokémon Sun and Moon. En die ga ik nu ook in deze video met jullie bespreken. Nou ja, tenminste, ik bespreek de dingen die het belangrijkst zijn. Pokémon heeft verschillende kleine video's geüpload. En in deze video zien we een heel belangrijk detail. Je ziet namelijk op de achtergrond op een gegeven moment in het lab van Professor Kukui twee Pokémon zwemmen. Deze Pokémon zijn duidelijk Luftdisk en Corsola. Maar dat maakt alleen maar die uitspraak van Professor Kukui nog maar vreemder en vreemder. Want hij zegt de hele tijd dat er alleen maar zeldzame Pokémon rondlopen op Alola. Alleen, je ziet hier duidelijk twee Pokémon van generatie 2 en 3. Die zijn niet zeldzaam. Tenzij ik een van de details mis over Luftdisk en Corsola. Want dan spijt het me jongens.
We krijgen ook een stukje van de rival battle te zien van wel hoe het eruit ziet als je met een mens gaat vechten. En onze rivaal Hao die ziet er echt geweldig uit in zijn kleine cutscene voor het gevecht. Dit ziet er gewoon geweldig uit, jongens. En dan als laatste hebben we Rotom Pokédex weer, zo noem ik hem maar even. Het is heel bijzonder, want in de trailer zie je duidelijk wat voor dingen Rotom allemaal kan doen. Niet alleen dient hij als een Pokédex, maar hij dient ook als iets heel anders vreemds wat we nog nooit eerder hebben gezien. Als je op het onderste scherm van onze gameplay kijkt, want dit is duidelijk gameplay van hoe het op de 3DS eruit gaat zien. Als je op het onderste scherm kijkt, dan zie je dat we een map hebben. Een map met een klein vlaggetje ofzo, alsof dat de plek is waar we naartoe moeten. Iets wat we niet eerder hebben gezien in Pokémon. We hebben nooit een map gehad. Ja, we hebben wel een townmap gehad, maar nooit een letterlijke GPS die je laat zien waar je heen moet. Dit is iets heel bijzonders en ik vraag me af hoe dit gaat werken met het echte onderzoeken van het hele gebied voor de speler. En dat was deze hele kleine video. Hij is kort. Ik heb eventjes globaal de trailer met jullie besproken. Ik ga sowieso nog meer video's maken over deze trailer. Over alle informatie die we tot nu toe hebben bij Pokémon Sun and Moon. Theorieën komen eraan. Dit is niet de enige video van vandaag. Jullie krijgen ook vandaag nog een gameplay video te zien. Maar dit is iets wat ik echt gewoon moest geven. Want ik zat hier op te wachten vandaag. En ze hebben me niet teleurgesteld. Pokémon, Game Freak, ze hebben ons echt niet teleurgesteld. Nou, tenminste mij niet. Want deze trailer ziet er geweldig uit. We hebben zoveel nieuwe informatie. Laat in de reacties achter wat jullie ervan denken. Ben je hyped? En wat vind je van de trailer? Wat vind je van Pokédex Rotom? En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dus geef een like, abonneer zou ook wel leuk zijn. En zie je de volgende keer weer. Bye bye.